《「おかん」》 ik het beste omgaan met het gevoel van eenzaamheid. Zelfs als ik omringd ben door mensen. Eenzaamheid is dus ook eigenlijk een... intern wordt dat als heel zwaar en heel pijnlijk gevoeld, eenzaamheid. En dat stimuleert jouw lijf en jouw brein dus eigenlijk ook... om connecties met anderen te zoeken. Sociale pijn en sociale afwijzing... wordt eigenlijk in dezelfde hersengebieden verwerkt als lichamelijke pijn. Dus ik zou zeggen de sterkte van sociale pijn in dit gezin... de sociale afwijzing, die kan even heftig worden geregistreerd als... Pijn. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en alle waardevolle tips en adviezen delen met jou. Mijn naam is Chris, huisarts in sp, en naast mij zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En vandaag hebben we weer een vraag binnengekregen en die luidt als volgt. Hoe kan ik het beste omgaan met het gevoel van eenzaamheid, zelfs als ik omringd ben door mensen? Goede vraag. Heb jij wel eens dat je eenzaam bent? Mm, niet, niet vaak. Niet vaak tot nauwelijks, eigenlijk. Ik ben best wel goed op, me, op mezelf. Ik ben best wel introvert, ook al lijkt dat niet zo. En uh, dus ik kan prima, zeg maar, in mijn eentje zitten. Ik vond het ook altijd heerlijk om in mijn eigen studio te zitten als student. In mijn eentje en dan in de avond pas sociaal te doen en de rest van de dag gewoon lekker alleen te zijn. Oh ja. Denk je dat introvers, introversie en uh, eenzaamheid ook veel met elkaar te maken hebben. Dat als je introvert bent, dat de kans dat je je eenzaam voelt ook een stuk minder is. Ja, denk het zeker. En wat zijn dan momenten waarop je je wel eenzaam kan voelen? Um, dat zijn momenten uh, waarop het sociaal. Um geaccepteerd is of, of uh, het sociaal een soort van bijna plicht is dat je met mensen moet zijn. Dus bijvoorbeeld in de zomer, dan heb je alle festivals. En als je dan thuis zit, dan denk je wel van, oh ja, ik kom er toch een beetje eenzaam op dat oh, moment. Ja. Of met kerst. Ik uh, was vroeger DJ. Ik heb dat tot uh, anderhalf jaar geleden altijd gedaan, elke week zo'n beetje. En tijdens kerst dacht ik altijd bij mezelf, weet je, ik kan kerst vieren, maar ik kan ook gewoon gaan draaien. Want er zijn heel veel optreden is mogelijk. Mm -hmm. En toen de tijd verdiende dat ook juist... extra goed op feestdagen. Dus ik vierde nooit thuis kerst. Maar ik herinner me altijd dat net voor, voor zo'n optreden... ik dan op mijn social media keek en dacht van... jeetje, iedereen is met zijn familie of haar familie. En ik zit hier op een, uh, in een kroeg in lukje broek... <laughs> voor 200, 300 man... Uh, ik moet zuipen te draaien... Of, uh, of wat voor plaatjes ik ook had... of Frans Bauer of, uh, of een danceplaat. Of... Het waren allemaal van dat soort allround feestjes... Ja. En ja, dan voel je je toch wel eenzaam. Puur omdat je ziet van hé, hey, volgens mij, iedereen zit samen met vrienden, iedereen is samen met familie. En ik sta hier achter een draaitafel voor 200 man. Dat was ook weer heel bijzonder. Mm -hmm. Soms waren het feestjes van 200, soms 400. Dus ik zat onder de mensen, maar ja. toch voelde ik mij eenzaam omdat ja, mm -hmm. het voelde niet, niet als de, zeg maar, het voelde niet de juiste omgeving op dat moment door social media. Ja, nee, snap ik ook een soort van een uh, connectie, een soort van FOMO-achtige idee. Van de Fear of Missing... Oh. Uh, ik was te, te vroeg, vroeg, denk ik. Juicht, te vroeg gebeld. Ja. De Fear of Missing Out, dat um, op het moment dat heel veel dingen, dus mensen dus dingen doen, um, dat je dan dus denkt van, hé, hey, daar hoor ik ook bij te zijn. Of dat is een beetje de sociale norm, ja. hè. Met kerst dat je het met familie viert en dat je het viert met de mensen van wie je houdt. En dat je dan dus echt tijd en aandacht aan elkaar besteedt. En als iedereen dan um, met, ja familie en vrienden is, waar ze heel veel van houden... dan voelt het gewoon heel erg... Um, ja alleen dus om op zo'n random feestje te staan... met mensen die je niet kent, met muziek... waar je misschien zelf ook denkt van... nou, nah, ik had misschien een ander nummer gekozen. Ja, 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 ja. <laughs> maar de klant is de koning, dus uh, daar gingen we altijd voor. En jij dan? Voel jij je wel eens uh, eenzaam? Nou, ik herken wel wat je, wat je zegt, inderdaad. Dat uh, FOMO-gedeelte, dat heb ik ook wel eens. Ik kan het me zelfs uh, herinneren als ik dan zelf op vakantie ben... Wat natuurlijk over het algemeen hartstikke leuk is. Dat of zelfs op het moment dat je op vakantie bent. En als je dan, um, laten we zeggen, in juli op vakantie bent. En als, als je dan je uh, Instagram bijvoorbeeld opent. En dat je dan ziet dat iedereen naar Lowlands is. Of naar een festival is. Of, 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 of zo'n Terrasjesdag of Koningsdag. En dan denk je, nou, ik zit hier op vakantie. Ik ben eigenlijk hartstikke blij en gelukkig. Maar dan, omdat dat dan net die dagen zijn waarop het lijkt alsof iedereen wat aan het doen is. Dan um, kan het toch een beetje voelen van hé, hey, ik zit op de verkeerde plek. Ja, gek hè? Dus, uh, dus dat van de Fomar herken ik wel. Ik herken het ook wel wat meer in mijn dagelijkse leven, moet ik zeggen. Dus ik heb ook wel in mijn dagelijkse leven wat meer. Ik ben heel erg gesteld op verbinding en contact met anderen. Ik zou me, denk ik, ook iets meer scharen onder extravert. Iets. <laughs> Vooral dan de energie die ik dan uit mensen krijg. Het is niet per se dat ik altijd een middelpunt van de aandacht uh, wil of hoef te staan. Absoluut niet. Zelfs in grote groepen uh, zelfs minder. Um, maar ik ben wel echt heel erg gesteld op sociaal contact. Dus ik kan dan wel sneller hebben dat als ik een, um, nou, als ik een paar dagen bijvoorbeeld, hè, sinds we nu ook vaker uh, thuiswerken, dat als ik dan een paar dagen thuis zit, dat ik echt denk van, nou, pff, <laughs> ik, uh, ik wil wel weer mensen zien. Dit voelt wel een beetje ja, alleen en een beetje suf. Ja. ja, precies. Dus inderdaad, je hebt het wel wat meer nodig. Uh, Jij krijgt energie van mensen. Mm -hmm. En bij mij kost het vaak wat uh, energie. Ja, ja, zeker. Dus dat, uh, dat is wel interessant dat we inderdaad uh, dat we dat, dat mensen daarin zo verdeeld kunnen zijn. Maar als we dan teruggaan naar de basics, wat is eigenlijk eenzaamheid? Ja, ik denk dat eenzaamheid vooral dus ook een subjectief gevoel is. Dus dat merk je ook al bij ons. Hè? Wat jij al zegt zo van hey, ik ben eigenlijk over het algemeen niet zo vaak eenzaam, want mijn sociale behoefte is eigenlijk niet enorm. Hè? Die heb je zeker wel. Maar het is niet zo dat je elke dag de hele dag mensen wil of moet zien. En mijn sociale behoefte is dan wat groter. Dus als daaraan niet voldaan wordt, dan, um, dan kan dat sneller alleen of eenzaam voelen. Dus ik denk het allerbelangrijkste is dus dat het een subjectief gevoel, of een subjectieve ervaring is. En dat het dus ook in die zin een soort van een mismatch is. Mismatch is zowel in um, kwaliteit van contact. Dus wat jij bijvoorbeeld zegt, hè, dat je met de kerst dan uh, op een feestje aan het draaien bent. Dat je denkt van, nou, ik ben onder de mensen. Maar het is niet het type mens of het de type interactie waar ik op dit moment uh, behoefte naar heb. En, maar het kan ook dus de kwantiteit van contact zijn. Kijk, als je dagenlang, uh, misschien vroeger, hè, tentamenperiodes, dan was je een week lang alleen aan het blokken. En dan dacht je ook zo van, nou, dit voelt ook uh, alleen of eenzaam. zo. Of niet heel gezellig. Nee. <laughs> dus uh, ik, ik noem maar even een periode of misschien uh, in de winter, wat veel mensen wel zullen herkennen. Dat in de winter dan als er gewoon minder sociale activiteit georganiseerd zijn. Ook als we wat minder energie hebben, wat futlozer zijn en het al donker en koud is. Dan hebben we als mensen toch wel vaak in Nederland, tenminste vaak de neiging om ons wat terug te trekken in de winter. Maar dan kan dat misschien ook weer juist weer wat alleener en eenzamer voelen. Omdat de drempel om contact te zoeken of contact te onderhouden gewoon net iets hoger ligt dan als je al veel buiten bent en een beetje in die actieve modus zit. Ja. Yeah. Ja, best wel interessant. Want als ik terugkijk naar mijn, naar mijn leven, was ik voornamelijk eenzaam in de zomer. Omdat je dan elke dag op die, op die rot social media. Dan ziet dat mensen allemaal leuke dingen aan het doen zijn. En ja. als je dan één dag waarop het 30 graden is, niet naar buiten gaat en niet iets sociaals doet of geen barbecue bijwoont of whatsoever. Dan voelt dat dan gelijk een beetje van shit. Moet daarbij zijn, ik moet ook zoiets doen. Ja. Ik moet ook onder de mensen zijn. Dus dat is wel heel bijzonder. De zomer is toch wel echt een, uh, een boosdoener, denk ik, op dat gebied, in mijn geval. Maar ik kan me heel goed ook voorstellen in de winter dat als niemand bijvoorbeeld uh, dingen wil doen of iedereen meer thuis zit. En jij hebt subjectief gezien meer behoefte aan contact. Mm -hmm. um, dat, dat dat dan ook wel echt voor eenzaamheid kan zorgen. Dus dat is wel heel interessant. En, en dan naar de oorzaak. Hoe ontstaat eenzaamheid? Nou, eenzaamheid is een emotie of een, een gevoel. Dus ik zou het als emotie of gevoel, daar zou ik het wel onder scharen. Mm -hmm. um, en eenzaamheid die ontstaat dus eigenlijk ook omdat het, nou, het is eigenlijk een stukje van onze natuur. Het is een stukje van ons mens zijn. Dus het is een hele menselijke ervaring of een hele menselijke emotie en sterker nog um, vroeger hè, als je ook naar je brein kijkt kijk ons leven die verandert best wel. als je dus naar de maatschappij kijkt het leven van uh, nu in 2024 zitten we nu nou, dat is best wel modern en gedigitaliseerd en nou honderd jaar geleden was het wat ouderwetser en daarvoor had je de industriële revolutie dus hè, de maatschappij die verandert heel erg en daarin misschien ook je behoefte aan contact of hoe gemakkelijk contact gaat met anderen maar ons brein is eigenlijk stockout ons brein is eigenlijk nauwelijks geëvolueerd in de, nou, laten zeggen, de afgelopen 50.000 jaar. Hmm. Dus waar de omgeving dus heel sterk en snel verandert... Hè, per paar decennia. Jij noemde al een paar keer de social media. Vijf nou, jaar geleden had je dat nog niet. Um, maar ons brein die is eigenlijk nog gewoon stok out En ons brein die is er dus heel erg op ingesteld... dat verbinding en connectie ontzettend belangrijk is... En sterker nog, als je dus 50.000 jaar geleden, dan heeft de mensen, denk ik, gemiddeld gezien in groepen. Tussen, of jij ja, je kende in totaal is van 50 tot 150 mensen uit mijn hoofd. Um, in een dorp of in een dorpzetting. Of de hutjes die je bij elkaar neerzet. Of de gotten die je bij elkaar neerzet. En op het moment dat um, jij niet bij die groep hoorde. Dus eigenlijk sociale afwijzing. Dan is dat zo ontzettend pijnlijk voor je brein omdat de kans dat je dan overleeft, hè, als je uit zo'n groep gezet wordt, die is gewoon ontzettend klein. Want als jij niet bij de groep hoort, hè, dan uh, ten eerste, je kan niet met z'n allen jagen. Mm -hmm. Dus hè, met uh, als je met z'n tienen gaat jagen en je hebt één wild zwijn rondlopen, ja, dan win je het waarschijnlijk. Maar in je eentje tegen een wild zwijn, nou, die, die beesten zijn volgens mij best agressief. Dus ja. <laughs> ik vraag me af of je dat wint. En natuurlijk ook met um, het voortplanten, daarvoor heb je andere mensen nodig. Maar ook voor de kinderen zorgen. Uh, koken, wassen. Dus eigenlijk dat gevoel van gemeenschap... dat is zo belangrijk... omdat dat je overlevingskansen gewoon significant vergroot. Ja. Hè? In ons brein die nog steeds is afgesteld op die periode eigenlijk. Of in ieder geval die is weinig geëvolueerd. En eenzaamheid is dus ook eigenlijk een, een, een... intern wordt dat als heel zwaar en heel pijnlijk gevoeld, eenzaamheid. En dat stimuleert jou... Ja, jouw lijf en jouw brein is dus eigenlijk ook om connecties met anderen te zoeken. Hm. Dus in die zin, op het moment dat jij je afzondert van anderen, dus jezelf een beetje buiten de groep zet, dan kan je je misschien eenzaam gaan voelen als dat te lang duurt. En dat motiveert dan, hè, vanuit dat oertijdidee, dus juist weer om die sociale connectie met die groep op te zoeken. En om dus in ja, in die sociale relaties met elkaar te blijven. Ja, om je overlevingskans te verhogen. Ja, en daarom ook, uh, ook in ons brein. Kijk, uh, sociale pijn en sociale afwijzing. Uh, wordt eigenlijk in dezelfde hersengebieden verwerkt. als lichamelijke pijn. Dus ik zou zeggen, de sterkte van, een, van sociale pijn in dit gezin, de sociale afwijzing. die kan even heftig worden geregistreerd als fysieke pijn. Ja, Je hebt volgens mij zelfs uh, van die psychologische experimenten. dat kan ik me nog wel herinneren uit mijn studententijd. Ik ging dan wel eens uh, meedoen aan een psychologisch experiment. omdat ze dan. Uh, dat was het in die tijd. Dan moest je een uur lang experimenten doen. Computer experimenten. En dan kreeg je 10 euro. Ja. En dan dacht ik, nou, dan ga ik daarvan uh, naar de spa en een lekker broodje halen. <laughs> dan uh, echt een soort van cadeautje voor mezelf was dat. En um, je, had een, in die, je had ook heel veel van die sociale exclusie experimenten. Ze gingen zo'n online videogame met elkaar spelen. En dan werd er een bal naar elkaar overgegooid. En je speelde dan eigenlijk tegen computers. Maar dat wist je dan niet. Je dacht dat een andere... Uh, participant in een andere kamer ook dat aan het doen was. En dan gingen ze vervolgens, volgens mij moest ik ook onder een MRI-scanner, een FMRI-scanner. Hm? En dan ondertussen, dan gingen ze die bal dus de set het overgooien. En op een gegeven moment, ergens gedurende dat spel, gooide niemand meer naar jou over. Dus je weet, tijdens dat spel werd je dus gewoon. Nou ja, je gaat daarin zonder verwachtingen. En op een gegeven moment heb je een beetje zo'n groepsetting. En dan denk je zoiets van: oh ja, het moet een beetje gelijk zijn natuurlijk. <laughs> en op een gegeven moment word je dus de hele tijd overgeslagen en overgeslagen en overgeslagen. En tegelijkertijd lig je dus in zo'n fMRI-scanner. En een fMRI-scanner, dat is, um, ja, het is een hele grote buis waar je dan in ligt. En wat een uh, MRI-scanner doet, dus de normale MRI... Uh, die maakt eigenlijk foto's, plak, plakjes van je brein... om te kijken of er op structureel gebied um, afwijkingen zijn. Dus of je een tumor hebt, of een, uh, een bloeding, of een infarct of iets dergelijks... Maar zo'n FMRI-scanner, die maakt dus ook plaatjes van je brein. Maar die meet dus eigenlijk de glucose toevoer naar bepaalde hersengebieden. Uh, over de tijd heen. En daarmee kan je dus eigenlijk zien welke gebieden van je brein actiever worden en welke gebieden van je brein minder actief worden. Ja, het is eigenlijk een soort van een MRI, is een, een moderne CT-scan eigenlijk. Maar dan ja. groter maakt veel. Meer herrie ook volgens mij. Ja, ja. En ephemerie en, uh, is dat je dan een optie extra hebt, dus dat je activiteit precies tot in de weefsel eigenlijk heel nauwkeurig kunt meten. Ja, precies. Ja. Dus echt uh, de activiteit, want als je een hersengebied gebruikt, dan komt er meer zuurstof en glucose naartoe, wat dat gewoon heel veel energie kost om uh, één bepaald hersengebiedje te gebruiken en dat kunnen ze dan meten. Ja. En wat je dan dus inderdaad ziet, is dat als je dus het overgeslagen wordt met zo'n balspel, dat waarschijnlijk dan bepaalde gebieden in mijn brein die gingen helemaal te keer van, hallo, ja. en ik dan? Ik krijg 10 euro en dan gaan jullie mij uitsluiten voor het tientje. Ja, dan had ik wel meer geld gewild. Ja. Ja. Dus dat, um, dat kun je dan zien. En dat zijn dus bepaalde gebieden in je brein. Ja, volgens mij als de insula, de anterior cingulate cortex en de prefrontale cortex en de amygdala. Oftewel gewoon het brein ja dus echt maar echt dat zijn echt gebieden in je brein die onderdeel zijn van je emotionele brein dus dat gebeurt niet op rationeel niveau maar dat gebeurt eigenlijk één niveau daaronder mm -hmm. dus ik zou het eigenlijk noemen ja laten we zeggen je onderbewustzijn ja. dus eigenlijk in je onderbewustzijn dan merk je dus eigenlijk dat die sociale pijn en die sociale afwijzing dat je brein eigenlijk al helemaal tekeer gaat en dat is dus eigenlijk hetzelfde dezelfde gebieden die je ook kan voelen op het moment dat je misschien hè, um, je, je je botten breekt ja yeah. Ja, toch wel fascinerend inderdaad. Hè. Wat ik ook al een keertje las is van... het brein geeft eigenlijk betekenis aan de ervaringen die wij hebben. Ja, Bijvoorbeeld, absoluut. Als je je vinger op een hete kookplaat plaatst... is het niet de vinger die pijn heeft... maar het is de warmtereceptor in jouw vinger... die doorgeeft aan jouw brein van... hé, hey, dit is warm, kijk maar wat je doet. En het brein zegt, ik vind dit pijnlijk, pijn en trek terug. Is... Of... Ja... Of als je bijvoorbeeld, uh, of als je bijvoorbeeld uh, dingen ziet, hetgeen wat wij zien, <coughs> uh, wij, wij zien van alles, maar de visuele cortex in jouw brein, die geeft betekenis aan hetgeen wat wij zien. Ja, dat is heel grappig, want de visuele cortex van je brein inderdaad, um, er wordt ook in, in, geïnterpreteerd dat de linkerkant van de wereld wordt in de rechterkant van je brein uh, verwerkt. Ja. En het is dus ook nog... Upside down, dus omgekeerd. Dus boven is onder en onder is boven, en links is rechts ja. en rechts is links. Dus ja, als je dat allemaal goed zou zetten, dan zou het een hele rare wereld zijn. Ja, ja heel bijzonder. Maar, maar ook een mooi voorbeeld vond ik bijvoorbeeld de taal. Als wij bijvoorbeeld Nederlands horen, hetgeen wat wij nu brabbelen tegen elkaar, we horen, en we horen, zeg maar, er komen natuurlijk prikkels in onze trommelvlies. Dat gaat naar ons brein toe en ons brein maakt daar eigenlijk iets begrijpbaars van. Dus het Nederlands. Maar als je bijvoorbeeld Chine Chinees hoort. Dan hoor je Ching-Chang-Chang-Chong-Chong. Chong, chong, chong. En dan weet ons brein, heeft dan geen idee wat hij daarmee moet doen. Tenzij je Chinees hebt geleerd. Dus ook aan bepaalde klanken en woorden geven wij, geeft het brein betekenis. Ja, en dat absoluut. is dus wat je dus ook zegt van ons brein geeft een bepaalde ervaring. Dus in dit geval bijvoorbeeld pijn aan dingen die pijnlijk zijn, zoals in dagelijks leven. Maar ook bijvoorbeeld aan emotionele gebeurtenissen. Ja. Dus dat, dat is super interessant. Dat brein is echt fascinerend. En dat zie je dus ook bij mensen bijvoorbeeld met aanhoudende lichamelijke klachten. Als jij bijvoorbeeld uh, inderdaad over je knie... Als jij je knie breekt of, uh, of je valt op je knie, je breekt je knie. Dat doet pijn. Dat is normaal, zeg maar. En binnen zes weken verwacht je dan vaak als het gebroken is... dat het in zes weken ook weer kan aangroeien. Maar sommige mensen die hebben dan maanden of jarenlang pijn in die knie. Ja. En dat is raar, want knie is al gebroken... Het lichaam heeft miljoenen, in, over de miljoenen jaren heeft een fascinerend herstelmechanisme gecreëerd. En dan na die zes weken hebben sommige mensen nog maanden of jarenlang last. Dus het is niet dan die knie die continu gepeinigd wordt. Maar het is ons brein die daar iets van maakt. Een bepaalde neuronale circuit heeft ontwikkeld die in stand wordt gehouden. En zo ontstaan dus ook chronische klachten. Ja, wat interessant zeg. Ja, dat brein is echt. Dat, dat is onze beste vriend, maar kan soms ook een beetje een vijand zijn. En ja. ja, je kan je afvragen waarom ons brein dat dan soms doet. Ja, vaak heeft het dus inderdaad een evolutionair voordeel. Mm -hmm. Alleen soms is ons brein in die zin onvoldoende aangepast... aan een nieuwe situatie in een nieuwe omgeving. Ja. Want er natuurlijk veel meer prikkels en situaties en ervaringen zijn nu. Uh, en het in, in die zin was het leven nou, 50.000 jaar geleden was wat voorspelbaarder. En was ons brein dus ook echt ja, diende om ons in leven te houden. Ja. Dus ook dat is ook... Um, Misschien wel een goede aanvulling. Dus vaak denken we van: hé, hey, waarom doet ons brein ons dit aan? Want dat is toch helemaal niet leuk of dat is vervelend. Maar ons brein is er niet om ons een leuk of gelukkig leven te bezorgen. Het dient puur om te zorgen dat de kans dat wij overleven groter is. Ja. Precies, en niet om honderd likes te krijgen op een uh, Instagram-story of post. Nee. Dat boeit ons brein niet zoveel. Sterretjes geven op de podcast mag altijd. Maar... Ja, <laughs> dat doet wel iets met je brein. Maar we hebben dat alleen nog niet wetenschappelijk onderzocht. Nee. Gaan dus, we bij uh, deze een, uh, een trial doen? We gaan een trial doen, inderdaad. Maar het is heel interessant wat je zegt, inderdaad. Ook dat, dat primitieve. Als ik nu kijk naar bijvoorbeeld een primitief voorbeeld. en is bijvoorbeeld de Amazone. Ik weet niet of jij die ook had gezien. maar er was een uh, documentaire over uh, mensen in de Amazone die açaí besjes. Moesten, moesten, moesten halen vanuit de bomen en dat was heel hoog. En zij hebben geen hijskraan, dus zij moeten zelf klimmen. Dus je hoorde ook dat sommige mensen van die <coughs> ja, ik weet niet of je het een stam mag noemen, maar de groep mensen die in zo'n dorpje binnen diep in de Amazone wonen, dat die <coughs> samen ervoor moesten zorgen dat ze dus die besjes konden pakken, want die zijn mm -hmm. heel duur. En er was dus iemand gevallen uit die boom van 10 uh, meter. Dus ik had al zoiets van: uh, hoe overleef je dat? Maar hij heeft dat overleefd. Dus ik neem aan dat hij op een goede struik is gevallen of iets dergelijks. Uh -huh. Maar dan, uh, dan is het van: jongens, uh, wie, wie gaat nu die boom in? En ja, dat was dat zoontje van, uh, van acht. Die moest toen die boom in. Dus, dus als, je dan, als je dan kijkt, ze hebben echt elkaar nodig. Want iemand plukt die bedjes. Mm -hmm. De vrouwen die verzorgen de kinderen. En de kinderen die gaan op een duur die bomen in. En er was ook nog iemand die, die dus, uh, dus de motor bestuurde, zeg maar, als het ware. Omdat het een best wel een moeilijke route was. En die moest die besjes dan naar Belém brengen in Brazilië. De, 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 volgens mij een, een van de grootste steden van Brazilië. En die moest dat daar dan verkopen aan schippers. Om, oh, ja. omdat, omdat die besjes niet lang meegaan. En op een uur dan verrotten en dan heb je er niks aan. Maar als je dan kijkt, stel je voor dat... Uh, dat uh, dat Harry, die in dat dorp woont, ik noem het even Harry. Ik denk echt niet dat iemand Harry in de Amazone heet. Maar goed. Stel dat Harry denkt: hé, hey, ik ga eventjes uh, 50 kilometer verderop in de jungle mijn eigen leven starten. Ja, dat overleef je niet zonder nee, een groep. Nee. Dus dat zullen wij nu dan nu ook hebben. Wij gaan nu allemaal bijvoorbeeld studeren in een andere stad. Wij gaan bijvoorbeeld voor werk gaan we naar een andere plek toe. Dus we, 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 we trekken onszelf los uit die, die familieconstructie, die vroeger, of ja, duizenden jaren, of miljoenen jaren geleden heel normaal was om samen te blijven voor een hoge overleving. Wij mm -hmm. gaan daar dus nu uit. En dat is best wel onnatuurlijk voor ons lichaam, kan ik me voorstellen. Ja zeker. En ik kan me ook voorstellen, kijk, als je ook kijkt naar bepaalde maatschappijen, gewoon meer op sociaal-cultureel niveau. In, uh, voor het in Azië heb je dan het collectivisme, dus dan staat eigenlijk de familie centraal. Um, de familie en de gemeenschap staat centraal en die staat altijd boven jou. En dan in de westerse maatschappij, dan heb je een heel erg individualistische maatschappij. Dus eigenlijk dan, ja, is, het is in dat opzicht veel egocentrischer dan zo'n Aziatische maatschappij. En in, in dat opzicht kan ik me ook voorstellen dat er gewoon een stuk eenzamer en alleener is. Want inderdaad, wat je zegt, je gaat, um, hè, ik heb ook in drie steden van mijn leven gewoond. Mijn vrienden wonen ook over het hele land heen. Dus je laat elke keer als je een bepaalde keuze maakt, laat je ook weer mensen achter. Of, hè, of en andere mensen die maken ook weer keuzes waardoor ze jou achterlaten. Ja. Dus dat is ook inderdaad, je gaat uh, mensen die, gaan, uh, die, die verdwijnen uit je leven, door, omdat ze bijvoorbeeld, hè, omdat je in een andere stad gaat studeren, omdat je partners vindt, omdat je voor je werk gaat reizen. En zodoende dan het, maak je telkens keuzes die horen bij het volwassen worden en het volwassen blijven, ja. <laughs> om het zo maar te <laughs> zeggen. Um, maar daarmee wordt je sociale netwerk dus ook steeds kleiner. En um, volgens mij wat je ook ziet, hè, één op de drie mensen die is uh, regelmatig uh, eenzaam. Mm -hmm. Dus eigenlijk op dit moment tijdens deze podcast, is één op onze drie luisteraars voelt zich misschien op dit moment eenzaam. Ja. Yeah. En dat kan dan kortdurend zijn of het kan langdurend zijn. Uh, maar wat je dus ook vaak ziet, is dat, hè, precies ook wat jij beschrijft: dat sociale netwerk en die familiestructuur, die is in de eerste 18 jaar van je leven heel belangrijk en eigenlijk, ja, hopelijk in de meeste gevallen best wel uh, stevig en stabiel. En op een gegeven moment ga je dus steeds meer keuzes maken. En je gaat steeds volwassener worden. En je gaat harder werken. Je gaat je focus op je partner. Je gaat um, nou, meer richten op ontspannen. En eigenlijk vrienden. Dat zijn vaak de dingen met het volwassen worden. die snel minder worden. Omdat, die dan, ja, omdat je eigenlijk je gaat focussen op de dingen die moeten ja. bij het volwassen worden. Of je gaat je focussen op je gezin. en op de opvoeding van je kinderen. En die vrienden, dat wordt dan steeds meer als een soort van bonus gezien. En dan kan het eigenlijk steeds meer inslijten. Dus je denkt van: hé. Hey, toen ik twintig was, had ik een enorm sociaal netwerk. Toen voelde ik me eigenlijk bijna nooit eenzaam of alleen. Mm -hmm. En dan tegen de tijd dat je dertig of veertig bent, dan denk je van, nou wat is daarvan overgebleven? Ja, dat zeggen ze dus ook, hè? dat je ze vaak niet op één hand kunt tellen. Inderdaad, de goede vrienden na je dertigste. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen. Pauseer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Dat ja. gaat vrij hard inderdaad. Oké, okay, en nu even naar de gevolgen van eenzaamheid. Want eenzaamheid klinkt nu inderdaad als iets evolutionairs dat, dat, dat ontzettend belangrijk is voor ons mensen. Maar wat zijn bijvoorbeeld de fysieke gevolgen van eenzaamheid? Nou, wat ze dus um, zeggen, volgens mij, de, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft dat ook bevestigd. Maar er zijn ook nu, komen steeds meer onderzoeken uit die onderzoek doen naar eenzaamheid. Mm -hmm. En die, uh, die, die hebben dat zelfs vergeleken met dat eenzaamheid net zo slecht voor je is. als een pakje sigaretten per dag roken. Zo. Dat is ja, heel slecht. Dat is best slecht, inderdaad. Ja. En ja. volgens mij ook met obesitas, toch? Dat het ook. Uh... Dezelfde ja. gevolgen heeft op lange termijn. Dus, dus volgens mij de kans op vroegtijdige dood is hoger ook door bij eenzaamheid. En dat is natuurlijk ook bij roken en bij obesitas. Ja, ja zeker. Ik zag ergens zelfs statistieken dat, uh, dat het even gevaarlijk is als... Um, of even slecht voor je is als één pakje sigaretten per dag roken. En twee keer zo slecht voor je is als obesitas. En het hele idee daarachter is, is dat als je dus eenzaam bent, dan, um, dan komt er dus cortisol vrij. Cortisol is een stresshormoon. En cortisol die dient er eigenlijk voor, voor kortdurende stress om dat um, aan te gaan in combinatie met adrenaline dan vaak. Dus op het moment dat je dus in die oertijd zit en uh, nou ja, je valt uit die boom, nou, dat is wel een stressvolle situatie. Dan maak je heel veel cortisol aan en adrenaline aan om ervoor te zorgen dat je bij wijze van spreken nog naar de hut kan lopen om verzorgd te worden door. Eh, je godgenoten of hetgenoten. Uh, <laughs> ja, dorp, dorpelingen. Ja. <laughs> ja, ja, in de Amazone zie ik me trouwens geen godvormen. Maar nee. hè, dat je in ieder geval verzorgd kan worden voor elkaar. Dus die kortdurend kan het heel erg helpen, omdat het je heel erg in de activatiestand brengt. En op het moment dat je net gevallen bent, of op het moment dat er iets ergs gebeurt is, dus of er komt een wild zwijn aan en je bent net in je eentje, dat je dan uh, op, je veilig kan uh, banen. Maar als je te veel stress hebt langdurig, dan heeft het dus een negatief effect. En ja. Je weet dat als geen andere hart- en vaatziekten, diabetes, al dat soort uh, yeah. chronische aandoeningen. Um, dus, dat is, dus dat is gewoon heel belangrijk dat we ons realiseren. En wat ze dus ook zeggen, is dat op het moment. Um, ik denk zowel dat het een risicofactor is voor dat, eh, dat door de stress, via het uh, systeem van stress, dat de kans groter is dat je een bepaalde lichamelijke of chronische aandoening krijgt. Mm -hmm. um, maar het is ook zo dat op het moment dat je al een lichamelijke ziekte hebt, dat als je heel erg eenzaam voelt. Hè, tijdens bijvoorbeeld een kankerdiagnose of tijdens um, dat je Alzheimer hebt, hè, dan, dan gaat ik zeg maar, de achteruitgang raakt ook versneld. Oh ja, ja want, uh, want, want je brein die past, die, die verandert ook hè, door eenzaamheid. Dus dat is ook wel ontzettend interessant. En Misschien ook voor, voor deze afhanging het meest interessant... wat voor mentale gevolgen heeft eenzaamheid? Uh, een heleboel. Ja. <laughs> ook. Um, nou, en kijk, je hebt alleen eenzaamheid. Dus dat is um, nou, verdriet en dat je je alleen voelt. Dus hè, dat is natuurlijk een, een emotie of een ervaring... die op het moment zelf als heel vervelend kan worden ervaren. En het hangt er dus eigenlijk ook een beetje vanaf van... hé, hey, hoe ga jij daarmee om? Want wat je dus ook um, ziet, vaak in ieder geval, is dat kijk, op het moment dat jij je eenzaam of alleen voelt, het, het is bedoeld dat je dan eigenlijk juist meer contact met anderen gaat zoeken. Maar op het moment dat dat langdurig niet lukt, omdat je bijvoorbeeld in een andere stad zit, of je bent in een andere levensfase terechtgekomen, of um, ik zeg maar iets: je bent de enige met een gezin, of juist de enige die geen gezin heeft. Um, op zo'n moment, die eenzaamheid, die kan dus ook maken eigenlijk dat je een stuk meer terug gaat trekken. En op het moment dat je, je meer terug gaat trekken en je wat meer gaat isoleren, dan kan het ook weer wat moeilijker worden om weer sociaal contact op te starten. Hm. En wat je dus ook vaak ziet als mensen langdurig alleen of langdurig eenzaam zijn, um, dan is er ook een verhoogde kans dat je dus ook het sociale contact je wat minder vlot of soepel afgaat. Ja, use it or lose it. Ja, bijna wel, zou je ja. zeggen. En dus het lastige is dat dus als je langdurig eenzaam voelt en langdurig alleen voelt, dan kom je best wel in een, um, laten we zeggen, een negatieve mindset terecht. En op het moment dat er weer een contact is, wat ze dus ook hebben gezien, is dat op het moment dat je langdurig eenzaam bent en je komt weer in contact met mensen, dat, jou, dat jij dus een neutraal gezicht, dus een neutrale emotie, ook sneller als negatief interpreteert. Dus ja. ik kan misschien nu denken: van, oh, jij, bent, uh, jij kijkt me nu gewoon heel normaal aan. Gelukkig. Um, ja, jij kijkt me nu heel normaal aan. Maar stel je voor dat ik, heel lang, uh, dat ik me al heel lang eenzaam voel of dat ik minder sociaal contact heb. Dan kan ik jouw blik, zoals die nu is, misschien als negatief ervaren. Of als een beetje afwijzend. Of als, um, ja, dat, en dan kan ik misschien gaan denken van, hé, hey, wat denk jij wel niet over mij? Waarschijnlijk vind je dat ik alleen maar onzin praat. Of, uh, of, of je, hebt, je zit hier helemaal niet op te wachten om met mij deze podcast op te nemen. Dus dan kunnen er heel veel gedachten eigenlijk in je hoofd opkomen. Die eigenlijk een hele neutrale situatie als negatief interpreteert. Hmm. En als gevolg van die gedachte um, kan ik ook weer bijvoorbeeld de neiging hebben om, in plaats van naar jouw ogen te kijken, om de hele tijd weg te gaan kijken. Of om, hè, als we deze podcast straks afsluiten en jij zegt, oh, als je wil je een kopje koffie. Dat ik van oh, nee, ik, ik, ga, ik ga er weer vandoor. Ja. Dus eigenlijk. Jij zit niet op mij te wachten, denk je dan. <laughs> ja, en dan ga ik me daar ook dus naar gedragen. En ik ga me dan niet per se gedragen naar. Nou, laten we zeggen, de objectieve situatie die er dan is, maar ik ga me gedragen naar mijn negatieve interpretatie. Ja, je saboteert jezelf situatie. eigenlijk een beetje, hè? Ja, ja. zeker. En, 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 en op het moment zelf kan zo'n eenzaamheid, hè, die kan dan subjectief zijn en iets wat je van binnen ervaart, maar als het maar lang genoeg zich voortzet, um, dan kan het dus ook zijn dat je dus zelf in je gedrag wat meer afstand van mensen gaat nemen. En dat mensen dan dus als gevolg eigenlijk van. Ja, die afstand die je eigenlijk bewust of onbewust neemt... dat mensen zich ook wat meer afstand van jou gaan nemen. Dus dan kom je echt um, in zo'n negatieve spiraal terecht. Ja, precies. Dat is toch wel interessant, hè? Dus, dus inderdaad, die, die, die roze bril, om het even zo te noemen... die wordt steeds grauwer, waardoor je dus dingen gaat interpreteren... die eigenlijk voor een, iemand die niet eenzaam is of, of in die situatie zit... Uh, dat jij die gaat aanschouwen als negatief, terwijl het mm -hmm. eigenlijk neutraal is... En je, je zegt dus ook dat je op een duur je mindset, om het even zo te noemen, even hip te noemen. Dat die ook negatiever wordt. Dus ja. je bent niet meer zo optimistisch. Je denkt niet van. Je gaat niet van het beste uit, maar juist van het slechtste. Om dat gevoel van jou te bevestigen. van hé, hey, ik doe er niet toe. Ik ben alleen. Zie je ja. wel, jij wil helemaal niet met mij praten. Ook kop een kopje koffie aan. Daarvoor zag ik doe dat jij je helemaal beleefd boos te zijn. Kreeg. Precies. <laughs> nou, het is toch wel heel interessant dat dat, dat, dat heel veel gevolgen heeft. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat je. Door die eenzaamheid daardoor in die spiraal en je mindset ook meeneemt, dat je daardoor ook heel somber slash depressief kunt worden. Ja, dus dat is ook zeker een van de gevolgen. Dus je merkt in, zowel bij eenzaamheid als dat je wat meer kan afzonderen en wat meer die negatieve gedachten kan krijgen in sociaal contact. En dat kan dus ook het somberheid versterken. Hè? Dus eerst voel je misschien alleen en denk je: ik heb behoefte aan sociaal contact. Mm -hmm. Maar naarmate die gedachtenstroom bijvoorbeeld negatiever kan worden en je echt daadwerkelijk meer gaat afzonderen en minder dingen gaat doen. En uh, dan krijg je een beeld dat ook steeds meer op een depressie kan lijken. Ja. En dat als je in een depressie zit en nou ja, mensen wat af kan stoten, omdat je dus ook een negatieve blik op de wereld en op jezelf hebt, ja. dan kan dat natuurlijk ook de eenzaamheid weer versterken. Omdat je mensen, mensen die depressief zijn, die zijn onbewust geneigd om nou ja, of mensen wat af te stoten. Omdat ze zich, uh, omdat eigenlijk die verbinding die voel je dan niet meer. Ja, dus het kan een oorzaak zijn, zeg maar, eenzaamheid voor depressie. Maar Eenzaamheid kan ook een gevolg zijn van depressie, inderdaad. Ja. En dat hoor je ook heel vaak inderdaad bij mensen met een depressie of somberheid, dat ze heel eenzaam zijn. Ja, absoluut. En dat versterkt natuurlijk ook weer al die gevolgen, want somberheid slash depressie heeft ook fysieke gevolgen, maar ook mentale gevolgen. Dus dat hele riedeltje dat wordt eigenlijk nog erger, eigenlijk zeg maar de, de, de risico's op gezondheidsschade. Ja. Dus uh, vandaar dat we ook uh, zoveel aandacht besteden aan somberheid en depressie, omdat het zo ontzettend vaak voorkomt. En dat was ook de reden dat we dus die depressiecheck hebben ontwikkeld. Mm -hmm. En mocht je thuis zitten en denken van... hé, hey, ik voel me al een tijdje niet zo lekker in mijn vel... ongelukkig, somber of depressief... Uh, voel dan vooral onze depressiecheck in. Dit is een gratis checklijst... Uh, waaruit een score komt, waaruit je kunt beoordelen... of je de somberheidsklachten hebt of niet. En het fijne aan deze lijst is dat we aan de hand van jouw resultaat... ook kunnen meedenken met wat voor jou kan helpen. Deze check is helemaal gratis en is te vinden op www.kussenijsja.nl. NL depressiecheck. Ik zal het linkje ook hieronder plaatsen. En um, ja, is volgens mij binnen een minuut of twee in te vullen. Dus het is een kleine moeite. En het kan er wel voor zorgen dat je een mooi begin kunt starten van, uh, van uh, jouw behandeling, van jouw klachten. Even kijken, laten we teruggaan naar de vraag. Um, hoe kan ik het beste omgaan met het gevoel van eenzaamheid, zelfs als ik omringd ben door mensen? Ik denk ook dat het een mooie, mooie vraag is om mee af te sluiten. Uh, wat je kunt doen om eenzaamheid te verminderen. En misschien is het ook mooi om deze te, te mengen en combineren met de tip van de week. Ja, ga ik doen. Ja, Mooie we gaan uitdaging. ons best doen. Ja, precies. Dus uh, wat kun je doen tegen eenzaamheid? Nou, Als allereerste denk ik dat het vooral heel erg belangrijk is dat je realiseert van hey, eenzaamheid is een heel normaal gevoel, of een hele normale ervaring om te hebben. Dus hè, heel veel mensen voelen zich wel eens eenzaam. Dus in plaats van dat je heel erg uit contact gaat omdat je eenzaam bent, uh, probeer vooral in contact te blijven. Dus uh, ga niet als je eenzaam bent uh, of overmatig proberen. Um, want dat kan natuurlijk ook een risico zijn. Je kan ook natuurlijk overmatig proberen aan andere mensen te gaan hangen. Een beetje gaan claimen of heel erg extreem gaan pleasen. Om je maar niet eenzaam te voelen. Mm -hmm. um, dat kan misschien door de ander wel als negatief worden ervaren. Waardoor je een beetje die push-pull um, krijgt. Yeah. Um, dus, dus ik zou vooral zeggen van hey, blijf in contact. En um, zonder extreem hoge verwachtingen te hebben, omdat je daardoor ook eerder teleurgesteld kan worden, waardoor het alleen maar een versterker kan worden van je eenzame gevoel. Uh, dus blijf in contact en probeer ook bij jezelf dan vooral na te gaan: inderdaad, hé, hey, um, uh, als je in een negatievere spiraal zit, van hé, hey, er zijn ook verschillende punten in die negatieve spiraal om eruit te komen. Dus inderdaad, ben je met iemand en kijkt hij bijvoorbeeld, doet hij een beetje, uh, beetje af. Um, probeer dan na te denken, niet gelijk te denken van, oh, die zit niet op mij te wachten of die heeft er geen zin in. Uh, maar kijk ook naar andere conclusies of interpretaties die mogelijk zijn. Hè? Misschien uh, als jij nu wat uh, neutraal, wat ik negatief interpreteer, kijk, misschien denk ik wel van, oh, ja, hij heeft uh, honger. Of, uh, of, 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 of hij is meer bezig met de tijd, zou ik maar zeggen, dat we onze tijd goed bewaken. En zo zijn er eigenlijk nog wel honderd voorbeelden van waarom misschien iemand wat minder uh, vrolijk of positief kijkt. Of dat ja. iemand gewoon neutraal kijkt überhaupt. Dus probeer je dat altijd te realiseren. Dat van wat jij interpreteert van de situatie, dat is jouw interpretatie. Maar dat betekent niet dat dat objectief gezien de waarheid is. Dus um, blijf vooral in contact mm -hmm. en probeer jezelf uit die negatieve spiraal te houden. Dus zowel qua denken, dus het negatief interpreteren, probeer dat te minimaliseren. Of probeer altijd te kijken van, hé, hey, is dat wel realistisch? Zijn er nog andere verklaringen? Uh, maar ook in gedrag. Dus probeer ook in gedrag niet te veel um, in zo'n negatieve spiraal te komen of te blijven. Dus bijvoorbeeld hè, um, blijf contact zoeken met familie of vrienden. Of op het moment dat de pakketverzorger komt, zeg iets aardigs. Of ja. doe, 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 doe leuk tegen je buurman. Eh, breng, een, breng doe iets. Ook, ja. Je kan ook iets doen voor een ander. Ja. Dus heb je een, um, nou, heb je een, 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 een tante die. Uh, alleenstaand is, hè? Bel, die, bel die een keertje. Ja. Of voor, voor je buurman, help een keertje, een pakketje om naar boven te brengen. Of, hè? Er zijn heel veel dingen te bedenken, maar ja, investeer vooral in contact. En dat hoeft niet alleen maar dat je met je beste vriendin urenlang aan het bellen bent, uh, maar dat kan ook wat korter of wat kleiner contact zijn om gewoon um, ja, ja, het, in contact te blijven. Ja, het kan heel simpel. Hè? Je hebt vaak bij de supermarkt... Heb je dan iemand die zo'n krantje verkoopt... zo'n dakloze krant. Nou ja, geef diegene 50 cent of een euro... of weet ik het wat... en doe een klein praatje. En je hebt je, 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 je sociale pintjes alweer binnen. Dus, en karma. En karma, <laughs> inderdaad. Dus je hebt inderdaad... jij zegt dus kleine baby steps. En wat ik nog zou aanraden... vanuit uh, mijn ervaring... probeer op feestdagen of zomerdagen... minder op social media te zitten. Ja. Um, dus, dus, dus bijvoorbeeld... Uh, ja, je, je merkt gewoon op dat soort dagen dat, het, dat, 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 dat de norm heel erg in de sociale hoek hangt. Dus dat iedereen heel sociaal samen dingen aan het doen is. En als jij het idee hebt van hé, hey, ik doe dat vandaag niet, kijk dan niet op social media. En... Hele mooie aanvulling. Beperk je precies. schermtijd. Ja, en als, als tip van de week misschien een challenge, wat jij ook heel mooi zei. Je hebt dus negatieve gedachten, je hebt gedachten die jou eigenlijk saboteren om nog eenzamer te worden. Uh, ik zou zeggen misschien de 7 Days Positivity Challenge. Mm. Probeer vanaf nu tot volgende week, uh, elke dag, overal waar jij zo'n stemmetje in je hebt of een gedachte hebt van ja, het zal wel aan mij liggen, probeer dat om te buigen van hé, hey, het ligt niet aan mij, het is prima wat ik doe. Is wat ik doe en dat je dingen ook ombuigt naar het positieve. Dus inderdaad, als je dan bijvoorbeeld met iemand spreekt die niet reageert, denk je van, oh, nou, het zal niet aan mij liggen, diegene heeft het vast druk. Of als iets niet goed gaat, dat je zegt, nou, nu is het niet goed gegaan, maar de vorige keer is het wel goed gegaan, het hoort erbij. Probeer heel bewust zeven dagen lang alles positief om te buigen, want dat brein van ons is heel trainbaar. Het is neuroplastisch, dus het is heel kneedbaar. Dus als jij jezelf, als je anders tegen jezelf begint te praten... zul je dat ook op een duur automatisch gaan doen. Dus je hertraint je brein ermee. Ja, mooi zeg. Nou, we hebben toch een hele mooie tip van de week opdracht. En we zijn aangekomen bij het einde van de podcast. Uh, bedankt voor het luisteren. Mocht je dit een leuke en interessante podcast vinden... vergeet dan ook vooral niet om sterretjes achter te laten op onze podcast. Vergeet ook niet te abonneren. We zien nog steeds inderdaad dat ongeveer de helft van alle mensen... die naar onze podcast luisteren... voornamelijk op de Instagram, TikToks en social media nog niet geabonneerd zijn. Dus doe dat vooral als je dit interessant vindt. Daarmee help je ons en daarmee help je ook Nederland... om uh, dit bericht beter naar voren te krijgen... en uh, onze missie te volharden dat we Nederland mentaal sterker willen maken. Ik wil jou bedanken voor je aanwezigheid weer, Aisha. Jij ook bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, dan hoop ik jullie volgende week weer te zien en te horen. Yes.